Radio Pros. De radio met eigenheid. Radiopros.be. Voilà, hele goede morgen allemaal. We hebben hem bij ons vanochtend in de studio. Ik heb het over Pieter de Spiegeleer. Hij is een federaal volksvertegenwoordiger. Ik heb het al een paar keer op de radio gezegd, Patrick. Ja. Dat is eigenlijk toch wel iemand die vrij dicht bij de bron staat. En al iets meer zou moeten weten dan wij zelf, hè? Ja. En dan is direct mijn vraag, mag jij al zeggen? Dat is nog een andere vraag. Ja, dat weet ik niet, hè. Ja. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Pim. Goedemorgen. Luisteraars, het is natuurlijk zo dat ik geen viroloog ben, maar een politicus. Ik zit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zoals u zei. Maar we voelen daar toch al enkele weken de spanning aan van hetgeen nu gaande is en mogelijk nog komende wordt. Ja. Dus eerst en vooral met de deur in huis vallen dat wij dus vanuit de Vlaams Belang-fractie wel als eerste gewaarschuwd hebben, zowel voor de gezondheidsgevolgen van het virus als van de economische schade die lopende is, maar nog zal oplopen. Dus de kans is ook groot dat ons land in een recessie zal belanden, dus dat is ook niet niks. Maar nu moet eerst en vooral natuurlijk de focus liggen op het volksgezondheidsaspect en ook het sociale aspect, dat de mensen elkaar helpen, dat ze eindelijk snappen dat het wel ernstig is. Ja, want als je vele verhalen op Facebook hoort, leest, dan stel ik mij de vraag, pakken ze dat hier in België wel au sérieux? Ik denk wel dat de meesten het au sérieux nemen, maar er zijn toch nog altijd uitzonderingen die er een beetje lacherig over doen. Dat zegt misschien iets over sommige mensen zelf, maar vooral ook over de communicatie. Als minister De Blok een aantal weken terug zegt, blijf in uw kot, dan is dat eigenlijk een uitspraak, een minister onwaardig, en heeft dat eigenlijk tot gevolg dat de mensen het ook niet ernstig nemen. Voilà. Had ze dan op een ernstige manier gecommuniceerd, met ernstige, krachtdadige woorden, en niet met blijven in uw kot, want dat is eigenlijk doogpraat, en ook toen al maatregelen genomen, waren de mensen toch al wakkerder en alerter geweest dan nu. Eigenlijk was het donderdag een paniekreactie die toch een aantal weken, op zijn minst een aantal weken, te laat kwam. Ze hebben er eigenlijk als België, als regering, te laat mee begonnen. Ja, ze zeggen het is geen lockdown, oké, maar voor mij is dat al een halve lockdown. Daar komt het eigenlijk op neer, want lockdown is nog een stap verder, maar nou, de situatie waar we nu in zitten is er niet zo ver van vandaan. Maar inderdaad, we zijn een paar weken, op zijn minst een paar weken, te laat in gang geschoten, want uiteindelijk, het virus in China is al veel langer, waar het ontstaan is al veel langer. We hebben in het verleden jaar, begin 2000, nog het SARS en het MERS-virus gehad. Dus het is ook niet dat corona dat een hoogst uitzonderlijk virus is. Het is natuurlijk de proporties dat het aanneemt, is ongezien de laatste, laat ons zeggen, eeuwen, dat weet ik niet. Maar het is ongezien. En dat is natuurlijk iets waar onze regering, vooral minister van Volksgezondheid De Blok, maar ook de eerste minister, mevrouw Wilmès, toch wel zeer laat in actie geschoten zijn. Ja. Als ik mevrouw Wilmès de woorden in haar zeer gebrekkig Nederlands, ondanks het feit dat zij in het Vlaamse Sint-Genesius-Rode woont, als ik haar woorden hoor tijdens de carnavalvakantie over de Jodenkarikaturen, dan moest ze wel met veel ernstige zaken bezig geweest zijn, zoals het coronavirus en zijn gevolgen. Ja. Dus ze heeft daar totaal tekort geschoten in het nemen van verantwoordelijkheid, net zoals de Hanse regering van lopende zaken op dit moment eigenlijk. Hè. Ja. Ik heb een beetje de vrees, ik heb dat daarnet met Patrick besproken eigenlijk, ik heb een beetje de vrees dat we naar toestanden naartoe gaan, zoals bijvoorbeeld Italië. Dat zou dramatisch zijn. Dus het is te hopen dat we daar niet naartoe gaan en het is te hopen dat de maatregelen die nu lopende zijn, hoe onaangenaam ze ook zijn en hoe vreemd en apocalyptisch, ze ook overkomen. Het is net uit vrees dat we naar Italiaanse toestanden gaan, want daar is het echt wel dramatisch. Want als je dat zijn letterlijk oorlogstoestanden, daar zijn mondmaskers tekort, maar ook beademingstoestellen. Dus daar gaat het echt over leven en dood. De zwakste krijgt het ademhalingstoestel niet, de sterkste krijgt het wel. Dat is eigenlijk natuurlijke selectie zoals we dat in oorlogstijden kennen en dat is echt wel dramatisch. Daar mogen we niet naartoe gaan en ik hoop dat de mensen dat hier eindelijk beseffen, want het is wel altijd iemands grootmoeder, grootvader, kind of wat dan ook. Hè. Ja, dan hebben we het deze morgen, Patrick, ook al gehad over de mensen.
van West-Vlaanderen onder andere, en het zal ook wel van ons Vlaanderen onze streek zijn, die massaal gaan horecaan, als ik het zo mag zeggen, in Nederland. Ja, dat is eerst en vooral lijkt me dat niet heel verstandig. Dat is een understatement, maar het anderzijds kunnen we het ook wel bekijken als een falen van het Europese Uniebeleid. Want men heeft altijd de mond vol, allee, toch onze establishment politici, van Europese Unie dit, Europese Unie dat. We moeten krachtdadig zijn, we moeten dit zijn, we moeten dat zijn. Maar nu is er op vlak van het coronavirus en de aanpak daarvan totaal geen gecoördineerde aanpak. Elk land doet zijn eigen ding of doet het niet. In dit geval heeft Nederland veel boter op het hoofd. En de individuen die natuurlijk vanuit Vlaanderen naar Nederland gaan, ik vind dat nogmaals niet bijster verstandig, maar het ergste is dat ze niet in overtreding zijn. Ja. En dat is natuurlijk een falen van het Europees beleid. Dus daar moest de Europese Unie krachtdadig en ook al veel langer een eenvormig plan voor alle landen. En nu is het iedereen op zich, die doet zijn grenzen dicht, die doet het scholen dicht, die doet niks, die doet dat. Dat is ook alweer naar de bevolking toe, komt dat niet ernstig over. Want wat denken die mensen? Ja, hier mogen we niet meer naar café, hier mogen we niet naar school. En een halve kilometer verder wel. Dit is simplistisch, maar bij veel mensen komt het zo wel over. En ja, wat kunnen wij daar eigenlijk toe bijdragen om de mensen daar niet toe aan te zetten? Wel, wij moeten daar massaal over communiceren. Eerst en vooral moet de overheid dat doen, maar wij moeten dat eigenlijk... We zitten nu in een fase in 2020... dat sociale controle het nog nooit zo belangrijk geweest zal zijn als, laat ons zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog, waar we echt voor elkaar moeten zorgen, niet alleen met daden, maar ook bij woorden, en dat we echt wel mensen moeten... We hebben sociale media, dat is een sterkte waar de mensen echt wel moeten... Ja, we moeten allemaal een beetje schoolmeester zijn eigenlijk, en toch wel moeten zeggen van jongens, denk na wat je doet. Ook al komt die boodschap niet altijd goed over, heb ik gisteravond op Facebook, als ik sommige threads doorneem. Ja, mensen willen die kritiek of die opmerking dan niet aanvaarden, zo is het maar. Maar ik denk dat we allemaal, elk individu, onze verantwoordelijkheid moeten nemen, op alle vlakken. Is dan een totale lockdown niet het beste om sommige dingen toch te voorkomen? Ik denk dat dat beter geweest was, maar donderdagavond is er in de Nationale Veiligheidsraad, dus na de plenaire zitting in het parlement, is er zeer snel gereageerd. Zaten we daar ook wel al een beetje met een Vlaamse, Franstalige tegenstelling, vooral over het sluiten van scholen dan. En men is met een oplossing naar buiten gekomen, die dus geen totale lockdown was, maar die toch voor mij, nu spreek ik in alle eerlijkheid, toch beter was dan niets. Maar goed. Ja. Maar nogmaals, te laat. Ik heb hier van iemand, van Dirk Moerman, iedereen kent hem hier. Hij zegt, morgen is geen school. Maar wegens verbod op sociaal contact in dezelfde school gaan staan van afgelopen weken, met dezelfde leerlingen in dezelfde klasse, alleen is het woordje lesgeven vervangen door zeer consequent opvang. Ja, dat is natuurlijk een van die zaken die... een jammerlijk gevolg zijn van de beslissing van meneer Ben Wijs, die toch wel die scholen niet wou sluiten. Maar dat is natuurlijk dan weer uit economisch overwegen, omdat vele ouders moeten gaan werken. Dus ze raden ook aan, wat wenselijk is, laat uw kinderen niet opvangen door de grootouders. Want zij zijn de meest kwetsbare groep. Dus waar zijn ze het naartoe geraakt? Of wat dat tot eindbesluit gekomen? Zorg voor een minimale opvang op school. Je kan de kinderen ook niet aan hun lot overlaten. Zorg voor een minimale opvang op school. Zorg voor maximale spreiding. Dus er zullen een klas van 20, waar er bijvoorbeeld, we gaan dat moeten zien, hè, dat er bijvoorbeeld 6 kindjes zijn, 14 die wel opgevangen worden, al is het door thuiswerkende ouders of door ouders die sowieso thuis zijn of door een grote broer of grote zus. Maar dat het dan in die klasse 6 kindjes zijn en die worden nog eens opgesplitst in 2x3. Die zullen dan naar een film kijken, een boek lezen. Ja. Dus het is in ieder geval toch beter als met die 20 samen te zitten. Hè. Maar het is natuurlijk, de ideale oplossing bestaat niet. En het is ook het dramatische aan deze situatie. Welke oplossingen we ook nemen, de ideale oplossing zal er nooit voor iedereen zijn. En dat is ook frustrerend voor onze politicus, want we proberen, iedereen heeft zijn mening. Of iedereen doet om goed te doen, maar het is altijd wel iemand die... Als ik eigenlijk, en dan ga ik nog eens terug naar Italië, als ik eigenlijk daar lees op sociale media, op het laatste nieuws, het nieuwsblad van, in Italië is het zo schrijnend geworden dat ze zeggen, bij manier van spreken, ik spreek het niet graag uit, maar het is toch zo, jij mag sterven,
jij komt aan de beademing. Dan begint het... Dat is, wat ik net zei, dat zijn dan die oorlogstoestanden, hè, waar dokters keuzes moeten maken die ze niet willen maken, hè, maar die ze moeten maken. En dat is dus echt wel, dat moeten we hier totaal vermijden. En wat ik ook nog wou vermelden, wat ik daar juist vergeten was, in Italië, dat toch wel, ondanks het feit dat ze financieel niet altijd het meest stabiele land van de Europese Unie zijn, dat ze toch wel een sterke gezondheidszorg hebben. Dus het is niet dat we het Italië kunnen verwijten dat ze falen door een slechte gezondheidszorg, zoals dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk is, die veel, veel minder onderbouwd, die nu niet meer in de Europese Unie is. Maar goed, maar ondanks feit dat die sterke gezondheidszorg er is, zitten ze toch in met het water boven de lippen, zal ik zeggen. Mm-hmm. Het grootste probleem dat ik daarnet nog niet aanhaalde, is dat ook verpleegsters en dokters beginnen ziek te worden. Ja. Dus ze zitten daar... Ja, dat zijn dus nogmaals drama's. Hè. Ja, de heer Moorman laat hier juist nog mee te weten. Ik ga het even meegeven. Ja. En ik ben ook zelf grootouder, dus hij moet naar school voor de opvang. Hij is ook grootouder. Wat met mijn veiligheid? Dat is een terechte vraag. En dat is inderdaad een positie van die man die inderdaad vragen oproept. En die dus inderdaad... Maar hij zal zo in eerste instantie ga je toch moeten... De eerste indicator zijn de symptomen. Hè. Ja. Als je echt wel hoest of koorts hebt, ja, blijf je sowieso thuis. Er zijn ook nog, ik spreek niet altijd over de ouderen, ik wil die mensen ook niet veralgemenen, er is ook nog een verschil tussen mensen die in goede gezondheid of minder. De grootste risicogroep zijn mensen die chemo krijgen, hartpatiënten en longpatiënten. Ja. Dat zijn de kwetsbare groep. Dus is meneer Moerman, ik ken hem niet, maar is hij bijvoorbeeld hartpatiënt of astmapatiënt? Zou ik zeggen, meneer Moerman, blijf kost wat kost thuis en zorg voor jezelf in de eerste plaats. Ja. We gaan eens een plaat draaien. Radio Pros. De radio met eigenheid. Radioprost.be